Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe unboxing video van magischegeurtjes.sensie.nl. Mochten jullie mij nog niet kennen, ik ben Angelique, jullie onafhankelijke sensieconsulente. En vandaag een aantal mooie producten binnengekregen. En wil ik samen met jullie de Free to Fly Warmer uitpakken. Zoals altijd komt de warmer altijd een hele mooie... stevige doos bezorgd en ook altijd heel mooi vormgegeven. Dus ja, en zodra je de doos open maakt, altijd standaard met de quotes van Heidi en Orville op de binnenkant van de flappen. En ja, als je hem dan verder open doet, dan altijd de veiligheidsinstructies. En meestal ligt dat bovenop het schaaltje. Het is een wit keramieke schaaltje bij deze warmer. En schaaltje is niet bedoeld voor etenswaren, drinkwaren. Echt puur bedoeld om daarin de wax te smelten van Sensi. Altijd op de onderkant van het schaaltje vind je altijd het stempel van Sensi. En ook de waarschuwing dat het inderdaad niet voor etens- of drinkenswaren bedoeld is. Ook kan je er altijd een getal op vinden. En ja, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Even kijken. Ik denk net niet. Maar hier staat het getal 4 op. En dat betekent dat je niet meer dan 4 blokjes wax in dit schaaltje kan warmen. Want ja, doe je er 5 in, dan krijg je een waxident. En dat is denk ik niet de bedoeling. Als ik hem dan verder uitpak, dan is die altijd heel stevig verpakt in de folie. Ieder met de stekker, ook in een zakje van de folie. En die zal ik alvast in het stopcontact steken. En altijd ook in de warmer zit het lampje. En ik denk dat in deze warmer een 25 watt lampje gaat. Ja, dat klopt. 25 watt lampje. En die draai je dan heel voorzichtig in de warmer. Wel, tenminste rechtop. En nu zal je net zien, dan wil ik denk ik weer even, dat denk, ben ik zo enthousiast... in mijn vlugheid dat wil doen. En dan doe ik het altijd weer verkeerd. Dat snappen jullie natuurlijk wel. Niet handig. Maar goed. Het schaaltje daarentegen. Doe je dan er bovenop zetten. En zodat het in ieder geval één passend geheel is. En op de achterkant vind je dus de aan- en uitknop. En er staat ook op dat het stempel van Sensi. Ook op de warmer. De achterkant, zoals jullie kunnen zien, zitten wat ventilatiegaatjes. Maar als ik hem ronddraai, dan is die vormgegeven met hele mooie blauwe bloemen, veldbloemen en een prachtige blauwe vlinder. Tot aan weer de andere zijkant. En als ik hem dan aanstop of aandoet, ja, die heb ik ook al aan. Dan geeft hij een hele mooie, even kijken hoor, als hij een beetje een mooie gele gloed, zoals jullie kunnen zien. En ja, lijkt het wel alsof de vlinder wat meer naar voren springt. En de bloemen wat diffuser wordt. Het materiaal van de warmer, dat is keramiek. En de opdruk, zal ik maar zeggen, op de warmer is met de hand beschilderd. De Free to Fly Warmer. Mocht je vragen hebben, kan je altijd gerust een pb'tje sturen, een WhatsAppje of een mailtje via de site. En dan kom ik in ieder geval bij je terug om je vragen daarop te beantwoorden. Denk je van, goh, hey, die vind ik wel heel erg super. Mag je hem altijd bij mij pre-orderen.
Of via de site magischegeurtjes.sensi.nl kan je hem ook gewoon zelf, als je dat zelf zou willen, bestellen. Zoals gezegd, is dit natuurlijk een hele mooie, stevige, robuuste warmer. Mooi door zijn eenvoud. En ik denk ook ideaal wel geschikt voor een slaapkamer of de huiskamer. Als je hem in een rustig hoekje zou willen zetten. Of als je een rustige warmer nodig hebt. Dan is dit natuurlijk een hele mooie warmer die daarvoor geschikt is. Zoals gezegd, heb je vragen? Laat me alsjeblieft weten. En wil je hem pre-orderen? Dat kan. Je kan hem zelf ook bestellen via de site. Al die dingen zijn mogelijk. En heb je een andere consulente, kan je natuurlijk ook aan haar vragen. Het was heel even spannend of dat deze ook uit de collectie zou gaan. Maar hij blijft nog steeds in de voorjaar- en zomercollectie. Ja, en is natuurlijk ook, weet je, vlinder, bloemen. Ja, ik associeer dat ook echt met voorjaar en zomer. Dus ik vind het ook wel heel erg tof. Dan ze hem erin hebben gehouden. Dus neem niet weg dat ook alweer dadelijk per 1 februari een paar prachtige nieuwe warmers gaan komen. Maar voor nu laat ik het hierbij. Heb je vragen? Laat me weten. Vind je de video super? Geef me een duimpje omhoog. En vind je de vlogs heel erg super? Dan zou ik zeggen abonneer op mijn kanaal. Voor nu, hele fijne middag. En tot de volgende keer. Groetjes!